je maakt natuurlijk wel een hele hoop gekke dingen mee als je er altijd gewoon straight op afgaat. Ja. Heb je echt hele gekke ervaringen gehad dat je misschien zelfs in gevaar kwam zelf? Of... Nou, ik vind dat best wel een ding. Dat voor de Telegraaf nu het afgelopen jaar, zitten we al een jaar in de coronapandemie. Mm-hmm. En moeten we dus af en toe, het is een paar keer gebeurd, draaien met beveiliging. Ja. En dat is niet voor niks. Oh, daar heb ik helemaal niks van gemerkt natuurlijk op beeld. Nee. Maar staan er dan gewoon, ja. Ja, dan staat er een mannetje achter. En dat is omdat er wel een sfeer in het land ook is ontstaan. Dat men, ja, ik kan het niet mooier brengen dan het is, media haat. Ja. En journalistiek haat. Dat is een heel gevaarlijke ontwikkeling, denk ik. En ja, dat maak je wel mee. En dat, daar is toen, dan zou je altijd zien en dan gebeurt er ook niks. Als er een beveiliger bij is. Dus er is nooit echt iets gebeurd. Maar het is niet... een fijne werkomgeving. Ja, want ik kan me voorstellen dat als je bij een demonstratie zodat zo'n sfeer in een groep in één keer kan omslaan en daar heb je Jeroen Holter op, die kennen we, die pakken we. Nou ja, dat is het vaak. Ja. En dan gaan ze, ja, tegenwoordig iedereen pakt gewoon zijn telefoontje, weet je wel, en die begint je te filmen en die begint je echt met kanker en zo uit te schelden. Ja. Ja, dat vind ik heftig. En ik vind het ook wel heftig dat gebeurt gewoon een paar keer per week. Hè? Dat je ook in je privéleven, dat je best wel goed bedreigd wordt af en toe. En als ik dan vraag waarom, hebben ze er nooit echt een antwoord op. Ja, waar denk je dat die algemene nieuwe vorm van haat aan de media, waar dat vandaan komt? Heeft dat met corona te maken? Heeft wel met corona te maken, denk ik, man. Omdat iedereen gewoon thuis zit en... Iedereen zit thuis. Dus iedereen heeft de tijd ook om zich in dingen te verdiepen. Ik denk dat... corona er ook voor zorgt dat mensen in complotten zijn geloven. Ja. Zijn gaan geloven. Want mensen, de mens wil niet toegeven dat er een toeval bestaat. Ja. En pech. Ja. Dus ze denken al snel dat het bedacht is. En ik ga niet zeggen wat ik daarvan vind, maar het is een feit dat als mensen dat denken, dat ze de media ook zien als... alsof ik door Rutte word gebeld, je moet dit en dit nu over corona maken. Ja. Dat is natuurlijk echt niet waar. Ja, dat is wel grappig, want we hebben met Paratv precies hetzelfde. Ik heb toen, ik heb op een gegeven moment een interview gedaan met Sigrid Kaag. Ik weet niet of je dat langs zien komen. En ja, wij kregen ook gewoon allemaal berichten van ja, jullie werken mee aan een pedo-netwerk in stand houden. En de gekste dingen. En Paratv, hoeveel hebben jullie betaald gekregen van de overheid ervoor? En nou, ik kan jullie zeggen, ik heb nog nooit een cent betaald gekregen om iemand te interviewen. Ik doe het allemaal omdat ik het leuk vind. Ja. Dus dan hebben we dat ook gelijk opgelost. Maar heel weird vind ik dat, man. En welke reacties krijg je dan van echt dat je meewerkt aan een pedo? Dat is dan heel specifiek. Ja, ik weet dat een van die complotten is. Maar inderdaad, ten eerste dat we haar helpen de Tweede Kamer inkomen. Ja, ik kan ergens nog begrijpen dat als je iemand interviewt, je biedt misschien een platform. Voor mij als interviewer is het gewoon een super grote kans om zo iemand op dat moment te interviewen. Dus die pak ik. Maar dan hangt er weer een of ander complot achter ook. Van de media is van de overheid. Vind je het kut, dat soort reacties? Denken jullie dan van, lig je er wakker van? Of denk je, ik heb er scheid aan? Ik moet zeggen dat ik vrij snel wel op het punt ben gekomen van reacties. Het is gewoon een... random account ergens op het internet en fuck it. Ja. Ik laat me er niet echt door raken. Maar ik vind het eerder zorgwekkend, zeg maar, dat op het moment dat er echt veel reacties zijn, die ook als wij bijvoorbeeld in het begin de coronacijfers deelden, wat gewoon algemeen landelijk nieuws is, wat ook door de Telegraaf is gedeeld, door nu.nl, noem maar op. Ik vind dat super actueel. Hoeveel besmettingen, hoeveel doden. Zeker in het begin. En na een paar dagen dat doen, was het al van... jullie verspreiden fake news. Ja. Het is niet waar. Ja. Corona bestaat niet, weet ik veel wat. Nou is de andere kant ook waar. Hè? Ik vind het echt onzinnig hoor dat je mensen gaat bedreigen omdat je denkt dat er een groot complot is, hè, een coronacomplot. Ja. Maar ik, niet dat ik ze snap, die mensen, maar het is ook wel zo, je moet ook in de spiegel kijken. Ja. Vind ik hoor, ook als journalistieke medium zijnde van ben je kritisch genoeg geweest? Ja. Heb je het goed genoeg uitgelegd? Ja. Want eigenlijk, als mensen het niet begrijpen, betekent het dus dat je het fout hebt uitgelegd. En misschien, ook ik ben misschien niet kritisch genoeg geweest. Ja, dat zou kunnen, ik weet het niet. Ja, ik bedoel, tuurlijk, je moet kritisch blijven. Maar ik denk, op het moment dat wij cijfers van het RIVM... Ja, het heeft natuurlijk te maken met dat mensen op een gegeven moment het hele RIVM en zo niet meer vertrouwen.
Dus wij, als wij dat dan delen, dan zijn wij ook niet meer te vertrouwen. Maar op het moment dat het hele land in de ban is van corona en je kan die cijfers niet eens delen, terwijl dat gewoon het algemeen nieuws is, front page op elk groot platform. Kijk, ik persoonlijk denk nog steeds nu.nl is een betrouwbare bron. Telegraaf is een betrouwbare bron. Maar ja. Ja, maar je ziet het, dat was vorige week geloof ik, was er een fotograaf, een persfotograaf, die toen door een of andere truck, weet je wel, het water in is gereden. Dat is gewoon een fotograaf, die was naar een of andere, ik weet het niet meer precies, maar een of andere brand gegaan en ging gewoon foto's maken. Yeah. Omdat dat zijn werk is, daar verdient hij zijn geld aan. En toen werd hij door omstanders werd hij, aangereden. Jeetje. Ja, dat is toch best dat ik denk, what the fuck. Ja, het moet niet veel gekker worden, man. Ja. Maar goed. Ja, misschien is er te weinig tegengeluid vanuit de media, man. Misschien is er te weinig misschien. Individuele partijen die gewoon misschien wel tegenovergestelde doen. En wat natuurlijk wel, ja, ik wil er verder eigenlijk niet te veel op induiken, maar ik snap wel dat mensen op een gegeven moment denken van ja, Lange Frans wordt verwijderd van YouTube, waar is het tegengeluid, weet je? Ja. Of je het daar nou mee eens bent of niet, er moet wel misschien altijd een tegengeluid zijn. Maar ja, jij hebt het net over in gevaar raken. Ja. Ik ben natuurlijk even in jouw leven gedoken, voor zover ik dingen kon vinden. Ja. En volgens mij ben jij een jaar geleden of anderhalf jaar geleden, heb jij een keer op een uitgaansavond best wel wat klappen gekregen. Ja, klopt ja. Heel heftig verhaal. Ja. Ik vroeg mij af, was dat een random escalatie of had dat ook te maken met jouw werk? Dat weet ik nog niet, man. Dat weet ik niet. Die zaak loopt nog steeds. Oké. Okay. Dat vind ik trouwens bizar. Ja. Dit is namelijk gebeurd, jij zegt een jaar geleden, maar het is 2 jaar geleden. 2 jaar geleden. Dit is gebeurd in, ik denk maart 2019. Ja. We zijn nu april 2021. Dat is meer dan 2 jaar geleden. Ja. En er is nog geen uitspraak, of tenminste het is nog niet gedaan. Ze zijn nog niet veroordeeld, de daders. En als ik hier door rood rij, dan heb ik binnen 2 weken die boete binnen. Ja. Ik vind dat echt schandalig. Dat je in een land leeft waar je 2 jaar moet wachten op gerechtigheid. Want ik weet dat ik niks heb gedaan. En ik weet dus ook niet of het, heel erg in het kort hoor, maar, want het is een lang verhaal. Maar ik weet niet of het met mijn werk te maken had. Ik weet niks. Ik weet er namelijk niks meer van. Ja. Oh, je had een blackout. Ja, en daarna, ik ben echt 10 minuten KO geweest. En we hebben alleen de beelden. En daarop is te zien dat ik niks doe. Ja. En dat ik tikken krijg. Dat was een groep, jongens. Het waren 2 gasten, 2 kickboxers. Ook nog eens. Maar ik vind het maakt niet uit, ik moet niet te veel over die zaak praten, maar ik vind het bizar dat we in een land leven waar je dus, het is gewoon ik lag echt in puin, weet je wel. En waar het zo lang duurt totdat iets echt voorkomt. Ik vind dat schandalig. Ja, begrijp ik. Ja, die daders lopen natuurlijk ook gewoon vrij rond. En, tuurlijk. Voor hetzelfde geld nemen ze volgende keer iemand anders te grazen. Ja, 100%.